En het Surinaams Standaardenbureau, SSB, is namens het ministerie van Handel, Industrie en Toerisme bezig met de ontwikkeling van een nationaal kwaliteitsbeleid. Dat meldt het Nationaal Informatie Instituut in een persbericht. Minister Stephen Zhang gaf dinsdag het startsein voor de ontwikkeling van dit nationaal kwaliteitsbeleid. Hij legt uit dat alle maatregelen die nodig zijn om aan te tonen dat goederen, diensten en processen voldoen aan de nationale en internationale eisen om de gezondheid en veiligheid van consumenten te waarborgen. Enkele pijlers voor een gedegen kwaliteitsinfrastructuur zijn standaarden en conformiteitsbeoordeling. Hieronder vallen testen, certificeren en inspecteren.